We staan hier bij op Belgisch kampioenschap met Jimmy Tillens. Jimmy, door het uitvallen, door het spijtig uitvallen van Roe Paulissen, nu een van de kanshebbers op de Belgische titel. Hoe gaat het met de druk? Oh, ik voel helemaal geen druk. De druk ligt helemaal niet bij, bij mij. Ik denk dat het meer bij Sven Nys ligt, denk ik. Heb je een tactisch plan bedacht om Nys te kunnen volgen? Of zeg je gewoon, laat hem doen en ik kijk waar ik uitkom? Ik heb zeker geen tactisch plan, want ik denk dat Sven toch sowieso te sterk gaat zijn voor mij op dit parcours. Het moment is niet echt mijn parcours, omdat de klimmen zijn toch vrij lang en zo, dus dat is niet echt mijn ding. Maar ik ga gewoon proberen het beste van te maken vandaag. Heb je voor jezelf een pronostiek gemaakt waar je zou willen uitkomen? Goh, ook geen pronostiek, want de laatste week heb ik te kampen gehad met rugklachten en zo. Dus ik hoop dat mijn rug het vandaag een beetje zo kan uithouden. En dan ja, als mijn rug goed is, zal de uitslag ook wel goed zijn, hoop ik. Nu, een ding waar we niet rond kunnen is natuurlijk Roe Paulissen en wat er gebeurd is vrijdag. Heb je daar een mening over? Ja, het is moeilijk om daar iets over te zeggen. Je weet natuurlijk niet wat er gebeurd is of zo. Of ja, het is alleen heel jammer, want Roe was ja toch het boekbeeld van onze mountainbike nu. En ja, we verliezen weer een van Belgisch beste mountainbikers. Nou, klopt natuurlijk. Ook de Olympische Spelen gaan mogen opgebergd worden? Of zeg je, kom als mountainbikers samenwerken, dan kunnen we er geraken? Ik denk niet dat we daartoe in staat zijn. Ik denk alleen Roel en Sven zijn erin toe in staat om de Olympische Spelen te gaan. En de rest, ja. Ik vrees dat we daar ons niveau toch een beetje voor te laag is, vrees ik. Als we heel eerlijk zijn, dan moeten we dat toegeven. En als we kijken wat we in de wereldbekers kunnen rijden, dan ja. Dan moet je gewoon heel eerlijk zijn en realistisch ook durven zijn. En toegeven dat, ja, dat we momenteel nog niet goed genoeg zijn. Wat zijn uw verdere toekomstplannen hier in het Belgisch circuit? Ga je door of zeg je, de rest van het seizoen is rustig aan? Na het Belgisch train ik nog een weekje en dan neem ik een weekje rust. 5 dagen zonder fiets. En dan daarna ga ik gewoon terug zullen ze binnen opbouwen met een paar Flanders Cuppen te rijden. En hopelijk nog naar winterslag toe. En dan in de winter een beetje veldrijden nog. We wensen u alvast heel veel succes straks. En ja, misschien podium. Ja, we gaan het hopen hè.